Vaal, je bent aan de slag gegaan als onze Wii U-man met Donkey Kong Country... Tropical Freeze. Tropical Freeze, wat een lange naam. Probeer dat maar eens 3 keer achter elkaar te zeggen. Donkey Kong Country Tropical Freeze, Donkey Kong Country Tropical Freeze, Donkey Kong Country Tropical Freeze. High five! Yeah! Hoe was het? Want allereerst even, was het een beetje vermakelijk? Je bent ermee aan de slag gegaan? Nou, vermakelijk sowieso. Het blijft natuurlijk, Goed. Een aloude formule. Het is natuurlijk net als de vorige delen, blijft het weer een aap waarmee je speelt. En... Nee, het is gewoon even geniaal, net als altijd weer eigenlijk. Maar wat is dit keer het avontuur waar Donkey Kong zichzelf in werpt? Het is niet Princess Peach. Wat overkomt Donkey Kong eigenlijk altijd dat hij op pad moet? Ja, normaal worden altijd zijn bananen gestolen. Maar ja, deze keer is het iets anders, want Donkey Kong is zijn verjaardag aan het vieren met zijn vrienden. Ik weet niet of het zijn verjaardag is of... Het is mij wel trouwens. Het was in ieder geval een wild feestje, niemand weet meer van wie het was, maar het was wild. Goed, de bananenlikeur die ging aardig heen en weer. Pisang. Nee, op een gegeven moment komt er dus een troep met vikings, die komt uit het noorden. En die, ja, ik weet eigenlijk niet waarom, maar die heeft het gemunt op Donkey Kong. Die wil het eiland overnemen en ja. En vikings nemen de kou mee, want ik denk dat daardoor de Tropical Freeze vandaan komt. Ja, Tropical Freeze is natuurlijk een warme gezet. Ja, het klinkt als een lekkere cocktail. Nee, maar het is volgens mij de eerste Donkey Kong op de Wii U. Wat brengt de Wii U aan het Donkey Kong-universum? Tja, de Wii U die voegt niet heel veel toe. Het is natuurlijk HD. Ja, qua besturing is er niet zo heel veel nieuw. Het is gewoon, ja, je speelt er op de gamepad, maar de gamepad zelf doet jammer genoeg helemaal niks. Ja, want ik was net dan even bezig met die gamepad. En ik denk van, ja, hij wordt alleen maar, je kunt hem alleen optioneel gebruiken als het scherm voor je televisie. Dat kan altijd al. Maar het is niet echt dat je denkt van, wauw, augmented reality en al die sensoren en zo. Daar doen ze eigenlijk helemaal niet zo heel veel mee. Er is ook geen inventory of wat dan ook die je erin hebt. Had gekund, maar... Ja, ik weet niet of het toevoeging had, maar bijvoorbeeld met multiplayer zou het wel handig zijn geweest. Want als je dan met z'n tweeën speelt, dan volgt het beeld, de tv volgt niet allebei de spelers. Dan was het wel makkelijk geweest als het op de gamepad wel had gekund. Ja, maar goed, dat is een beetje zo'n jaren 2000 probleempje, weet je wel. Dat je met z'n tweeën op één scherm zit en als de ander dan buiten de boundaries loopt, dan heeft de ene daar dan de dupe van. Het zou wel handig zijn geweest als je dan op zijn minst nog je eigen schermpje gekund, had. Maar ja, dat is jammer genoeg niet gedaan. Goed, kun je zo beoordelen, het is natuurlijk wel kut, maar... Het is alleen maar een probleem wat in de multiplayer zal overkomen. Maar gewoon in singleplayer kijk je toch naar het grote scherm. Ja, maar ik vind het toch een beetje jammer dat ze niet de moeite hebben genomen om iets met die gamepad te doen. Want nee, die ben Wii U, ik wel die eens, moeten ze wel een beetje verkopen. Mm-hmm. Ja, het is niet meer de console met de sterkste grafische kracht, dus ze moeten wel iets nieuws in de game brengen om het apparaat een beetje aantrekkelijk te maken. Ik heb het idee dat ze daar bij Donkey Kong Country niet echt de moeite voor hebben genomen. Maar Donkey Kong Country is ook niet echt de titel die zich leent om heel veel met die gamepad te doen, denk ik. Je kunt natuurlijk wel een inventory erop zetten of een map of wat dan ook die je voortgang van het level weergeeft, maar maar het is wel lelijk dat hij gewoon zwart is. Ja, ik mis een beetje dat Pokémon gedoe, dat je gewoon dat je op die gamepad Donkey Kong zou kunnen aaien of zo. Zelfs dat had ik al vet gevonden, dat je een bananen had kunnen voeren. Gewoon een kleine minigame of iets, maar dat ze daar niet de moeite voor hebben genomen. Ja, vind ik zelf niet echt een gemis, want de game zelf is natuurlijk wel gewoon weer geniaal, net als de vorige Donkey Kong games. Wat maakt Tropical Freeze nou dan echt geniaal? Ja, het is in principe gewoon hetzelfde als de voorgaande games. Dan heb je nu dus 4 apen in plaats van 2. Dat is wel vet. Want je hebt dan dus Donkey Kong en je hebt die neefjes die dan iets met elkaar... Ja, dus de singleplayer is altijd Donkey Kong. En dan is de tweede speler is dan of Dixie, of Diddy, of Cranky. Zijn Dixie en Cranky zijn nieuw eigenlijk. Ja, oké. Okay. Of ja, ik dacht dat er een Cranky nieuw was. Nee, Dixie is ook. Ja, Dixie is... Was die heeft een keer haar eigen avontuur gehad, geloof ik, op de DS of zo. Ja, ik weet niet, daarvoor nog volgens mij. Het is een stamboom, het gaat oneindig diep. Ik had het wel even Legacy. Kongs, Nee, maar dat is dus nieuw dat je nou met meerdere karakters kan spelen. Pakt dat een beetje leuk uit? Ja, het is wel vet gedaan, want je moet nu soms wel echt nadenken van... Goh, welk karakter wil ik gebruiken om alles uit het level te halen? Want levels zijn natuurlijk heel dynamisch opgebouwd. Je hebt puzzelstukjes, je hebt van die letters die je moet verzamelen. Ja, een beetje die klassieke... Om de hele game, het hele level goed uit te spelen. Dan moet je wel echt nadenken van, goh, welk karakter wil ik hebben om toch het maximale eruit te halen. Dat geeft wel net wat extra's. Ja, moet je ook dan bijvoorbeeld bepaalde levels ook weer overnieuw spelen met een ander personage om alle collectibles eruit te halen? Of is het eigenlijk wel mogelijk dat je met alle karakters toch hetzelfde kan? Je hebt heel vaak tonnen staan en dan kun je zelf kiezen welke van de 3 karakters je wilt. Dus midden in een level kun je... Precies. Okay. Ja, nee, dat is toch wel Dus je kunt dan steeds kijken en als dan de ene aap weg is, kun je weer een nieuwe aap nemen. Dus ja. Wat kunnen al die karakters dan? Je hebt Diddy Kong, dat is in principe weer hetzelfde. Die heeft een raket op zijn rug. Dan kun je, als je dan springt, kun je iets langer blijven zweven.
En voor de rest, als je in multiplayer speelt, dan kan hij met pinda schieten. Dus je kan ook wel lachen als je op je rug zit. Dan heb je Dixie, die kan zorgen dat je iets hoger in de lucht gaat. Dus als je dan zweeft, dan ga je net een stukje omhoog. Oh, dat is ook wel handig, dat is best wel handig. Maar is dat echt cruciaal nodig? Of? Ik heb het kan ook wel zonder die power, denk ik dan heel vaak. Nou, je hebt heel vaak, ja, die levels van Donkey Kong zijn slim in elkaar gezet. Dus dan heb je soms boven in het level heb je in één keer wat zitten. Dan heb je echt Dixie nodig bijvoorbeeld om daarheen te gaan. Okay, ja, en ja. Cranky is ook wel heel handig, want Cranky die heeft die stok natuurlijk. Ja, die kan een soort bouncen op die stok als een soort pogo stick. Ja, en dan kan hij door, woeste gebieden kan hij heen gaan. En bijvoorbeeld als je allemaal stekels hebt waar je normaal pijn hebt, kan Cranky er gewoon doorheen springen. Ja, ja. Dus dan kan hij ook bij extra gebieden. Dat is echt een toffe opa. Het is wel echt even, even iets erbij, dat vind ik wel fijn. Oh, oké, mooi. Maar wat voegt de Wii U nou nog meer toe aan het hele Donkey Kong universum? Nou, het is allemaal wat dynamischer vormgegeven. Want je hebt soms van die levels, bijvoorbeeld de minecart levels, en dan neemt in één keer de camera plaats achter het karakter. Dus dan is het net allemaal wat dieper. Het is natuurlijk niet, je hebt alsnog niet echt een vrij. Ja, je kunt alsnog niet vrij spelen, want het is dan wel naar links of naar rechts bijvoorbeeld moet je het bewegen. Blijft en wel en, heel 2D. Ja, het speelt wel statisch nog steeds. Maar de levels zelf zijn wel echt dynamisch, er gebeurt heel veel. Ja, ik heb net één leveltje dan gespeeld en ik vond het wel heel vet dat de camera in één keer verandert en dat je achterin door de levels schiet en hoog en laag. En... Ja, vooral bij de minecart levels. Dus soms wel echt even, dan ben je echt helemaal de weg kwijt. Ja, ik ben met minecart levels moet ik meteen denken aan Gears of War en dat brengt hele foute herinneringen terug. Ja, Gears of War, geen minecart meer. Bijna hetzelfde. Nee. Damn. Ik ga even een lekker banaantje nemen. Ja man, terwijl jij je banaantje eet, plak er even een conclusie aan vast. Even een conclusie aan vastplakken. Donkey Kong Country Tropical Freeze is natuurlijk niet de game die de Wii U naar hogere niveaus gaat tillen. Maar het is wel echt, het is een toevoeging voor de hardcore gamer. Het is echt zo'n game waar de hardcore gamer op zit te wachten. Het is wel lekker moeilijk, als van ouds. Het is net als de andere Donkey Kong Country games eigenlijk. En dat doet het ook gewoon net zo goed als de voorgaande delen. Maar ja. Dus ja, goed, het is niet echt, het is in principe wel meer van hetzelfde. Meer bananen. Meer bananen. Goed, als ik een cijfer moet pakken, dan een 8,5. En een cijfer voor die banaan? Een dikke 9. Oh. Ik zei 9, niet. Episch einde. Ik zei 9. Mag ik ook een hapje? Serieus? Ja! Moet mijn vitamine hebben, man. Dus even een heel spontaan momentje. Tom wil een hapje van mijn banaan. Nu gaat echt in iemands pijnbank. Ik voel hem een beetje hard. Het is de tweede keer dat ik een boner heb. Nu wel. Oké, mag ik hem laten hebben. Yo Tom! Yo Pees! Ik heb echt een fucking goed idee. Wat is het man? Abonneer hieronder. Ja, het fiets. Of geef een duimpje of zo. Of reageer even. Doe iets. Doe iets. Of doe gewoon niks. Ja, het mag ook. Maakt niet uit. Doe maar iets. Dus. Ben je moeder niet?